Oranje moet het tegen Engeland stellen zonder Gregory van der Wiel. De verdediger van Ajax staat al enige tijd aan de kant met een liesblessure. Ons Oranje sprak met hem over zijn blessure en het naderende EK. Ja, gaat goed. Gaat de goede kant op. Ik ben echt lange dagen aan het draaien, elke dag hard trainen en alles sterker aan het maken. Het is moeilijk met dit soort blessures. Je moet het gewoon van dag tot dag bekijken. Ik kan niet echt veel uitspraken erover doen. Maar ik doe mijn best om zo snel mogelijk weer terug te zijn natuurlijk. Wat is nog het meest kwetsbare? Ja, waarom duurt het nog zo lang? Ja, het is gekomen eigenlijk door overbelasting. Het is een soort irritatie ook hier bij de aanhechting. En het gevaar is als je weer te vroeg gaat beginnen dat het weer helemaal terugkomt. En dan ben je weer terug af. En dat is ook weer niet de bedoeling. Heb je al iets van een planning in je hoofd? Van dan moet ik er weer staan? Ja, je kijkt wel naar voren natuurlijk en je wil graag weer spelen. En dat is mijn enthousiasme. Maar het is moeilijk om te zeggen, want het kan ene dag heel goed met je gaan. En de andere dag kan je weer wat reactie voelen. En ja, je moet het gewoon rustig opbouwen en dan kijken we wel wanneer het is. Maar wat denk je, is dat 2 weken, is dat 3 weken, is dat 1 maand, 1,5 maand, 2 maanden? Ja, ik zou het echt niet kunnen zeggen. Hey, EK, ik neem aan dat je dan wel weer er staat. Daar gaan we tenminste wel van uit. Ja, dat moet het hoogtepunt van het seizoen voor jou worden natuurlijk. Ja zeker. EK, ik heb voor het eerst 2 jaar geleden meegedaan met een groot toernooi. En, ja, ik vond het geweldig. Een fantastische beleving. Ik hoop gewoon dat we weer een mooie EK kunnen neerzetten. Nederland gaat alweer uit van een Europese titel, hè? Zoals het altijd is voor een groot toernooi. Nederland meteen weer favoriet gebombardeerd. Hoe zie je dat zelf? Ja, wij hebben natuurlijk een goed team, dat weet iedereen. Maar er zijn ook andere teams die gewoon heel goed zijn. En, ja, zoals iedereen weet zitten we in een moeilijke pool. Maar niet onmogelijk voor ons. Dus we gaan er vol vertrouwen gewoon in. Wat is de gevaarlijkste tegenstander van de 3? Portugal, Duitsland, Denemarken? Ja, misschien wel Denemarken. Ja, het is apart misschien dat ik dat zeg, maar iedereen gaat er maar vanuit dat we 1, 2, 3 winnen van Denemarken. Maar daar moeten we gewoon ook 110% gefocust tegen zijn. Dat is ook geen makkie. Misschien is onderschatting dan wel de grootste tegenstander, of niet? Ja, precies. Iedereen praat alleen over die andere 2 landen. En Denemarken heeft ook gewoon een goed elftal, wat ik weet. En daar moeten we zeker waken voor onderschatting.